En jongens en meisjes, in baan nummer 4 gaat de DNA de leiding. En daar ligt de wereldkampioen op deze afstand. Ze komt uit Nederland, ze heet Tess Schouten. Laat je maar even horen voor de wereldkampioen. De vlammers eruit, de handen op elkaar. Dit is een fantastische zwemster. Goud in Doha, goud in Kotopen en brons. Eerder al in Fukuoka, dus Nederlands recordhoudster en een van de snelste tijden ter wereld gezwommen in 2024. Is één iemand sneller geweest in dit seizoen en Schouten zwom de tweede snelste seizoenstijd tijdens de wereldkampioenschappen. En hier maakt ze een sterke indruk hoor. Voor de eerste 100 meter, 1:10:51. Persoonlijk record. En zit ze daar natuurlijk ook vanaf, dus niet haar snelste tijd te zwemmen. Want het persoonlijk record is 2:19:81. Toptijd in de wereld op de 200 meter schotslag. En nogmaals, het is van belang dat je in de finales komt en dat je dan je A-game hebt, je snelste tijd zwemt om de overwinning te claimen. Tweede positie van Grace Palmer, de dame uit België. Ik heb Belgisch ploeg hier ook in Eindhoven. Finaliste tijdens de Europese juniorkampioenschappen van Belgrado. Palmer in de tweede positie. En Jimena Lua Sanchez, de derde hier in deze race. Een sterke race van Schouten, controle en overmacht en dan kun je zwemmen op deze manier. Boven haar persoonlijke toon natuurlijk, maar het gaat op plaatsen voor de finale. En de finale haalt ze met 2:27:69. Tweede tijd voor Palmer, derde tijd voor Luis Sanchez en de andere dames naar de finish. We hebben een vak, dames en heren, de race is under review. Official result of heat number 4, we have a race under review.
This is the official result. We have a DQ of lane number 5 and the fastest test counter, lane 27, 29, and 60. The summary of event number 15. The finalists are Rui Sanchez, Sapotka, Van Droffelaar, Pineda Lopez, Trinitova, Blazevic.